door een bewoner die met zijn hoofd in een wc werd geduwd, een bewoner die buiten onder een druppelende tuinslang werd gelegd, het hoofd van een cliënt dat met pindakaas werd ingesmeerd nadat een hond het moest aflikken, een bewoner die een hele sinaasappel in zijn mond kreeg, een cliënt die aan de haren naar achteren werd getrokken terwijl een slang in zijn keel werd geduwd. Je zou denken dat dit een stel criminelen onderling zijn die een criminele afrekening doen. Maar nee, dit gebeurt in een gehandicapte instelling in Nederland. En wat doet de inspectie? De inspectie geeft een aanwijzing en die vindt dat in ieder geval twee van de cliënten maar niet meer daar moeten wonen. En mijn vraag aan de minister is, als deze instelling al gesloten is, of de dader zal vervolgd zijn, of zal gepakt zijn, of zal in de cel zitten. En of de minister spijt heeft van het feit dat zij per 1 januari de zwarte lijst heeft afgeschaft, het waarschuwingenregister. De minister. Aantal dingen zitten in deze vraag, voorzitter. Ik zal proberen het snel te doen. Nogmaals, het is geen instelling. Het is een op PGB gestoeld initiatief dit. Dat maakt een groot onderscheid. Vind ik dit afschuwelijk? Ja, ik vind dit afschuwelijk. Je hart draait hiervan om. Dit mag in Nederland niet voorkomen. Vind ik ook. Het zijn zeer kwetsbare cliënten. Is zorgondernemer nog actief? Nee, want vanaf de afgelopen weekend zitten die mensen daar ook niet meer, die overgeblevenen. En u vraagt terecht, er waren er twee die zijn al eerder, hè, daar is ook een bevel gegeven om die zorg ogenblikkelijk binnen 24 uur te stoppen. En de andere acht niet. Ik heb ook de inspectie gevraagd naar de overwegingen in dat onderscheid. Dat heeft ermee te maken dat die twee cliënten waren echt zwaardere cliënten, waarbij ook de mensen die deze overtredingen, deze mishandeling gedaan hebben, ook in dat team zaten. Er waren ook mensen die in hun slaapkamer in het woonhuis van de ondernemers waren ondergebracht. Er was alle reden om daar ogenblikkelijk te stoppen. Tegelijkertijd moet ook met de ouders en met de cliënten weer gekeken worden, waar gaat de zorg dan naartoe? En daar is dus door het zorgkantoor gezorgd dat er in ieder geval een team operationeel was, zodat die andere acht cliënten konden blijven, zodat er in balans en overleg gezorgd kon worden naar een volgende plek. Ja.